Dit is de beta break over duurzaamheid in het algemeen en duurzame ontwikkeling op onze eigen Universiteit van Amsterdam. Vandaag zitten we aan tafel met 3 specialisten, elk op zijn eigen manier verbonden aan duurzame ontwikkeling. Ik stel ze even kort aan u voor en daarna zullen ze zichzelf uiteraard voorstellen. Als eerste specialist hebben we Luc de Vries. Luc de Vries. Luc de Vries is voorzitter van Studenten voor Morgen. En Studenten voor Morgen is een netwerk van studentenorganisaties en vrijwilligersorganisatie. Die werken aan het informeren van studenten en het opzetten van allerlei vette projecten rondom duurzame ontwikkeling. Als tweede expert hebben we Harald Zwartjes aan tafel zitten. Harald Zwartjes geeft leiding aan de facility services van de UvA en is daarmee verantwoordelijk voor de inkoop en distributie van bijvoorbeeld al het materiaal dat we gebruiken op alle locaties van de UvA. Als derde specialist hebben we aan tafel Niek Persoon. Niek Persoon is directeur van Amsterdam Green Campus. En Amsterdam Green Campus is een innovatieplatform dat zich hard maakt voor het verbinden van onderzoekers, onderwijsinstellingen en onderzoekers. En het bedrijfsleven, uiteraard. Sorry jongens. We willen tijdens deze editie graag het publiek erg betrekken bij de editie. Dus heb je leuke ideeën, heb je kritiek of heb je een lofzang over de duurzame ontwikkeling op de UvA? Alsjeblieft, steek je hand op en dan komt de praatbox naar je toe en dan kunnen we je betrekken bij onze discussie. Ja, je moet wel goed kunnen vangen. Dankjewel. Dat is dan een voorwaarde. Ja. Oké, dankjewel. Laten we beginnen. Yes, dus we beginnen vandaag met 3 korte presentaties van onze sprekers. Dat leek ons de beste manier als zij zelf even uitleggen hoe zij betrokken zijn bij duurzaamheid op de Nederlandse universiteiten en in specifiek op de UvA. En eigenlijk wil ik het. Daarna gaan we even met ze. Dan gaan we wat vragen aan ze stellen. Een kort interview. Als jullie daarbij al willen inbreken, doe dat vooral. Maar het laatste deel, wat ook het grootste deel zal zijn, daar is echt jullie kans om te schijnen. Want we verwachten een hoop vragen van jullie. En we hopen dat jullie ook lekker meedoen met het gesprek. Dus nu, allereerst hebben we Luc de Vries van Studenten voor Morgen. En dan zet ik hem even. Ja. En dan zet ik hem even op de goede. En zo. En Luc, take it away. Super, dankjewel. Ik hoop dat iedereen me goed kan verstaan. Zoals Joost al mooi introduceerde, Studenten voor Morgen, het landelijke studentennetwerk voor duurzaamheid in het hoger onderwijs. Ook dit jaar, net als alle jaren, zijn we weer met een 6-koppig bestuur. Je ziet ze rechts onderin. We worden eigenlijk gesourced vanuit het hele land, vanuit allemaal verschillende disciplines. Dat is ook de kracht. Dit jaar zijn we afkomstig uit onder andere Amsterdam, Delft, Leiden en zelfs Vlissingen. Naast de 6 bestuursleden hebben we 3 coördinatoren. Omdat onze hoofdprojecten gewoon te veel werk zijn om te managen voor 6 man. Dat zijn de coördinatoren Duurzame Introductiestunt, de Green Office Coördinator en de Sustainable. En eigenlijk meer over ons, zoals ik al zei, we hebben eigenlijk een netwerkfunctie. We zijn een landelijk studentennetwerk. We zijn een paraplu-organisatie. En daarnaast hebben we ook eigen projecten, zoals de Duurzame Introductiestunt die ik al noemde. En dat is eigenlijk een wedstrijd voor alle introweken in Nederland, voor alle universiteiten. En voor studentenorganisaties die een stunt doen tijdens die introweek, die iets te maken heeft met duurzaamheid. Dus die proberen een zo ludiek mogelijke stunt te verzinnen om eerstejaarsstudenten aandacht te trekken richting duurzaamheid. Dit jaar trouwens gewonnen door AID Wageningen, meest duurzame introweek. En dan hebben we de Nationale Dag van de Duurzaamheid in het Hoger Onderwijs. Dat is altijd een lekkere afkorting. Die dag is dit jaar op de TU Eindhoven. Hij is in mei. Hij is ontzettend tof en die organiseren we samen met Surf Sara. Misschien jullie ook wel bekend van Surfspot. En we hebben bijvoorbeeld een blog, duurzamestudent.nl. Die staat uiteraard compleet in het teken van duurzaamheid. We hebben ook een vacaturewebsite, www.springtalents.nl. Super tof, samen met een bedrijf Sustainable Motion opgezet. En daar zijn eigenlijk allemaal vacatures te vinden voor studenten die een impactvolle carrière willen naleven. En we hebben uiteraard Sustainable.
En daar gaan we het nu even iets meer over hebben. De Sustainable is in principe de ranking van universiteiten en hogescholen op het gebied van duurzaamheid. Dus hoe doet jouw universiteit of hogeschool het op 4 verschillende vlakken? Wordt gemeten met een vragenlijst op de vlakken onderwijs, onderzoek, bedrijfsvoering en integrale benadering. Deze vragenlijst bestaat uit 38 vragen. En over die 38 vragen zijn 400 punten te verdienen. En volgens mij is het ergens in april dat een team van 25 rankers, dat zijn vrijwilligers, zijn studenten, die die vragenlijsten beoordelen. En binnen die vragenlijst hanteren wij een zekere vrijheid omtrent het begrip van duurzaamheid. We hangen zelf natuurlijk wel een definitie aan, maar we laten universiteiten ook altijd zelf invulling geven. Zo kan je denken aan sociale duurzaamheid, maar ook economische duurzaamheid, zolang ze het maar kunnen beargumenteren en er bewijs voor kunnen aanleveren. En dan staat er deelnemersquotum, dat moet eigenlijk leerlingenquotum zijn. En dat houdt in dat tot nog toe is er besloten dat universiteiten en hogescholen minstens 3000 leerlingen moeten hebben om deel te kunnen nemen aan de Sustainable vragenlijst. Dat heeft te maken met hoe die vragenlijst in elkaar zit. En we proberen dit jaar er een oplossing voor te vinden dat kleine instellingen ook mee kunnen doen. En transparantie en kennisdeling gaat eigenlijk hand in hand. En dat houdt in dat dat alle data verzameld door de vragenlijsten, die zijn openbaar. Iedereen kan die data opvragen en inzien online. En hiermee willen we eigenlijk discussie aanwakkeren en hopen we dat universiteiten en hogescholen ook van elkaar kunnen leren. En dan een paar algemene trends. Om te beginnen begon het een tijd geleden met de Green Office Movement. En Green Offices zijn eigenlijk offices binnen een universiteit of hogeschool die zich bezighouden met onderzoek op het gebied van duurzaamheid. Daar is het een beetje begonnen, de Sustainable. Sustainable is nu ongeveer 5 jaar oud. En die heeft eigenlijk als functie, als tweede gehad, om universiteit en studenten, maar ook werknemers wakker te schudden. Van kijk, dit doet jouw instelling op het gebied van duurzaamheid, of dit doen ze juist niet. En nu is dat wakker schudden gebeurd en proberen we meer te convergeren naar een kennisdelingsplatform. Zodat instellingen dus ook van elkaar kunnen leren en dat er elk jaar weer verbetering plaatsvindt in de scores. In plaats van alleen maar het rapporteren van scores. En een paar best practices, ik heb er even 3 opgeschreven, er zijn er natuurlijk veel meer. Bijvoorbeeld de onderwijsvisie van de TU Eindhoven. Die hebben namelijk programma genaamd Bachelor College. Waarbij elke student in het eerste jaar soort van verplicht in aanraking komt met duurzaamheid. Dat doen ze erg goed. Dan is er het Center for Sustainability. En dat is eigenlijk een interdisciplinaire onderzoeksgroep in samenwerking met de Universiteit Leiden, de TU Delft en de Erasmus Universiteit Rotterdam. En binnen die onderzoeksgroep wordt heel veel onderzoek gedaan in de richting van duurzaamheid. En als laatste nog even noemen op het gebied van bedrijfsvoering, de Universiteit Wageningen en Research. En die hebben het weten klaar te spelen door middel van windturbines, bio-warmtekrachtkoppelingen en zonnepanelen om 115% van hun energieverbruik duurzaam op te wekken. Dat is wel een weerzinwekkend getal, dus ik denk die noem ik nog even. En daarbij wil ik het voor nu even laten. Dankjewel. Okay, dankjewel. Ik hoop dat het voor iedereen duidelijk is wat de studenten vanmorgen doet en hoe de universiteiten gerankt worden, want daar gaan we zo meteen nog over verder praten. Maar nu eerst, even kijken, gaan we door met Harold Zwartjes, directeur van Facility Services aan de UvA en HVA. Dus Harold. Goedendag, mijn naam is Harold Zwartjes. Ik werk bij Facility Services. Ik heb geen mooie sheets, maar ik ga wel proberen in ongeveer 3 tot 4 minuten jullie vertellen wat de UvA doet, wat de doelstellingen zijn op duurzaam gebied en wat we aan concrete projecten hebben gerealiseerd. Als je kijkt naar het instellingsplan, dan kun je daar een 2-tal doelstellingen in terugvinden. De eerste is reductie van energie- en materiaalgebruik. De tweede is om zoveel mogelijk proeftuinen voor studenten en docenten en onderzoekers op te richten om met duurzaamheid aan de slag te gaan. Dus enerzijds podium bieden om proeftuinen te maken en anderzijds reductie van energie en materialen. Als facilitaire dienst hebben we daar zelf een aantal doelstellingen aan toegevoegd. Eerst is CO2-reductie. Daar hebben we als doelstelling in 2020 ten opzichte van 2010 85% minder per student. Een tweede doelstelling is zelf zoveel mogelijk duurzaamheid opwekken. Om precies te zijn 20%, ook in 2020. En de derde doelstelling die we zelf hebben geformuleerd is
om de afvalfootprint per student zoveel mogelijk te verminderen. En dat hebben we gespecificeerd in 2020 ten opzichte van 2010, min 25%. Nou, dat zijn allemaal hele mooie doelstellingen. Als je nou kijkt wat we gerealiseerd hebben, dan kun je zien dat we op energiegebied en qua CO2 op koers voor de doelstelling in 2020 liggen. Dat betekent dat energieratio per student in de laatste 10 jaar fors is afgenomen. Inmiddels bijna 80%. CO2-reductie idem dito. Waar we niet goed op koers liggen is eigen opwek van duurzame energie. We kopen weliswaar elektriciteit in, groene elektriciteit in, opgewekt door Nederlandse windmolens. We hebben grootschalige zon op de daken, maar we hebben slechts zeer beperkt eigen opwek. Dus daar hebben we de doelstelling nog niet gehaald. En ook de afvalfootprint per student is die ongeveer constant. En we hadden een afname op het oog van min 25%. Dus daar lopen we niet goed. Om een idee te hebben wat voor soort projecten we nou doen, heb ik er een zestal genoemd die ik heel kort zal noemen om te weten wat er zoal de afgelopen jaar, 2 jaar is gerealiseerd. Eerst is warmte-koude opslag, diep in de ondergrond. Doen we hier op het Science Park, doen we op het Routes Eiland. En doen we ook bij de HVA op de Amstel Campus en gaan we doen in de binnenstad bij de renovatie van die panden. Tweede, grootschalige zonnepanelen, heb ik al gezegd. Op de daken van de UvA en de HVA, waar het ook maar enigszins kan, hebben we zo'n ruim 4000 vierkante meter zonnepanelen geïnstalleerd op de daken. Derde grote project wat we gerealiseerd, en dat is denk ik uniek in Nederland, dat is dat we een logistieke hub aan de rand van de stad hebben gemaakt, waar een aantal van onze leveranciers hun goederen afleveren. Niet met de vrachtwagens die al dan niet helemaal gevuld zijn de binnenstad ingaan, maar afleveren in Duivendrecht. En van daaruit gaan de panden van de UvA en de HVA worden voorzien van die goederen met elektrische voer, waardoor we het beter kunnen clusteren, waardoor we minder congestie in de binnenstad hebben en waar we ook geen uitstoot in de binnenstad hebben. Vierde punt, daar zeggen misschien studenten straks nog wel wat over, dat is dat wij hebben geholpen om de Green Office vorm te geven. Vijfde element, het cateringcontract wat sinds kort nieuw is. Daar kun je nog van alles van vinden. Maar we hebben in ieder geval in de contractvorm opgenomen dat er meer lokale en duurzame producten en ondernemers hun producten moeten kunnen aanbieden. Veganistisch aanbod moet groter zijn dan dat het was. Dat zijn in ieder geval een tweetal elementen die we in dat contract hebben gerealiseerd. En tot slot hebben we eigenlijk in de afgelopen jaren, en ik moet helaas zeggen, dat is slechts zeer beperkt bij de UvA, maar vrij veel bij de HVA, samenwerking met onderwijs, onderzoek, studenten om projecten te starten. We hebben bijvoorbeeld, studenten hebben het energieverbruik in gebouwen onderzocht. Meer specifiek, waar zitten de energielekken in de gebouwen? Hebben studenten voor ons onderzocht. We hebben een project gehad waar studenten het afval, het plastic afval hebben gescheiden. En met dat plastic afval, heel plat, maar nieuwe prullenbakken hebben weten te produceren. Die nu op verschillende panden staan. We hebben hier op de locatie sinds kort een composteermachine waar we samen met onderzoekers ook van hier en studenten proberen daar inhoud aan te geven. Dit zijn wat mij betreft de belangrijkste dingen die ik kwijt wilde. Oké, dankjewel. Ook op eigenlijk alles wat je net hebt verteld gaan we zo meteen nog verder in. En dan wil ik nu heel graag het woord geven aan Niek Persoon van de Amsterdam Green Campus. En Niek, hoe maken jullie de UvA, of hoe proberen jullie bij te dragen aan een duurzamere UvA? Dankjewel Tristan. Niek Persoon, ik ben bioloog. Ik werk hier nu sinds een jaar bij de Universiteit van Amsterdam. Amsterdam Green Campus, daar gaan we het over hebben. En hebben we het over onderwijs en onderzoek. De Amsterdam Green Campus is een initiatief wat eigenlijk voortkomt door een paar hoogleraren en instituutsdirecteuren hier zo, die echt met een voorzienend oog weten dat wij als universiteit niet alleen staan. De universiteit werkt in dit initiatief samen met het HBO en met het MBO. En wij zetten projecten neer die uiteindelijk de groene sector moeten gaan versterken. En dat gaat heel vaak over duurzaamheid. En ik zal je dat laten zien. Volgende slide graag.
Hier zie je dat. We werken natuurlijk als MBO, HBO en WO. We hebben een opstelling, of we hebben een doelstelling op onderwijs. Maar we doen ook allemaal onderzoek. En wanneer we dat doen in samenhang met de samenleving, met de MKB-partijen, dan kunnen we de projecten die in het midden staan van deze drie cirkels, die kunnen dan niet vertellen of wij ook op een sustainable manier bezig zijn. En dat doen we op de verschillende tafels. De volgende sheet graag. Ik laat het even kort zien. We werken nu een jaar met Gerard en met meerdere partijen. En we hebben vier tafels waarop we actief zijn. Groene genetica, groene omgeving, groene chemie en groene voedsel. En ik zal je een paar voorbeelden geven waarbij als je daar op een andere manier naar kijkt, dat het eigenlijk heel vaak gaat over sustainability. Dus er vinden hier heel veel projecten plaats binnen de instituten, universiteit, maar ook het HBO en het MBO, waarin sustainability centraal staat. Bijvoorbeeld, helemaal links bovenaan staat Next Level Ornamental Breeding. Dat is eigenlijk een project wat zich toespitst om over enkele jaren in staat te zijn om bestrijdingsmiddelen vrij te kunnen telen en kweken. In dit geval gaat het over snijbloemen. Maar we weten dat de exportsector van Nederland alleen maar kan blijven bestaan als we uiteindelijk geen gebruik meer maken van chemicaliën en pesticiden. Hoe doe je dat? Dat is een immense opdracht. Hier denken hoogleraren erover na en we proberen dat vorm te geven. Een ander voorbeeld. Je ziet daar zo het plaatje staan van die Urban Green Startup Village onder Green Environment. Die Startup Village zit hier ietsje verderop. Daar doen we nu onderzoek naar hoe we Urban Green, het vergroenen van daken, maar ook in zo'n interieur, hoe we dat op zo'n manier kunnen doen, zodat we ook kunnen bewijzen dat groen een impact heeft op het leven, werken, zijn. Laatste voorbeeld zijn er meer. Valorization of waste streams onder green chemistry. In de Zaanstreek wordt er door voedselverwerkende industrie 140.000 ton aan reststromen verbrand en het gaat naar veevoeder toe. Zonde. Er zit nog hele mooie materialen in. Eiwitten, vetten, pectines, noem het maar op. Wat zou er gebeuren als we dat eruit kunnen halen? Kunnen we dan die reststromen valoriseren? Daar werken we aan met het MKB, met in dit geval een bedrijf, meerdere bedrijven. En dat doen we ook samen met instituten HIMS en SILS. Een voorbeeld. De volgende sheet graag. Ja, deze kon ik even niet nalaten om erbij te stoppen. De UN Development Goals, die gaan in wezen over onderwijs, die gaan over watermanagement, sustainable cities en resilient cities en natuurlijk het klimaat. En hoe gaaf zou het eigenlijk zijn als we al die diamantjes die in deze universiteit zeker aanwezig zijn, als we die zouden kunnen gaan scharen onder dat soort goals. Maar dat is voor later. Voor nu. Dank jullie wel. Ik kom weer terug aan tafel, want ik had een beetje het gevoel dat ik voor de slides ging zitten. Laten we van start gaan. De eerste vraag. Voor Luc, eigenlijk een beetje een algemene vraag. Wij vroegen ons af, is er in Nederland onder universiteiten überhaupt een globale trend richting duurzame ontwikkeling te zien? Of zijn er bijvoorbeeld ook universiteiten die dit jaar lager scoren als een jaar voorheen op de sustainable? Nou, ik denk dat er zeker een trend te zien is richting meer duurzaamheid over het algemeen. We zijn natuurlijk nog niet zo heel erg lang bezig, maar dat is wel goed te zien. Er zijn altijd universiteiten die er bovenuit steken. En er is ook altijd wat geschuif in de ranglijsten, maar over het algemeen wordt de een niet heel hard ingehaald door de ander. Het gaat omhoog, maar allemaal ongeveer langs dezelfde lijn en de een sneller dan de ander. Een voorbeeld wat ik zo uit mijn hoofd weet is dat Leiden heeft afgelopen jaar geïnvesteerd in een soort groot klimaatbeheersingssysteem en het inzichtelijk maken van de data daarvan. En daarmee hebben ze echt sprongen gemaakt op de lijst. Super, dankjewel. Ja, hoe lang zijn jullie al bezig eigenlijk, vroeg ik me af. Volgens mij ligt die in onze handen nu 5 jaar. Volgens mij, maar okay. Slag om de arm. Oké. Harold, je vertelde over de transporthub. Maar hoeveel scheelt dat nou uiteindelijk? Hoeveel maakt dat uit? Dat is nu nog lastig te zeggen. Dat is dit jaar gerealiseerd. Hij is officieel geopend kort voor de zomer. Maar om een idee te krijgen, mensen hebben vaak geen benul. Maar het goederen vervoer van alles wat er richting de universiteit en de hogeschool wordt geleverd is ongeveer 7,5 keer de aarde.
Dat is echt enorm. We hebben geprobeerd om te kijken of we leveranciers met elkaar konden laten praten, zodat zeg maar het vervoer vanaf de leverancier naar ons slimmer zou gaan. Dat bleek een hele lastige weg. Misschien dat daar techniek in de toekomst een makkelijkere oplossing in kan vinden. Dit was voor ons uiteindelijk de beste weg om het voor elkaar te maken. En als je de vraag over een jaar nou nog een keer stelt, dan kan ik hopelijk daar antwoord op geven. Dan heb je de cijfers. Ja. Oké. Okay. Nou, dan komen we over een jaar uiteraard terug. Niek, hoe raken studenten nou betrokken bij zo'n project van Amsterdam Green Campus? En dan eigenlijk is de vraag, is een goed idee genoeg als student zijnde? Als je nou een vreselijk goed idee hebt en je onderbouwt het goed genoeg, is er dan een kans dat je eigenlijk wordt opgepikt door de scout Amsterdam Green Campus? Mooie vraag. Ik denk dat het heel vaak begint met een goed idee. Iemand die een goed idee heeft en die weet daar zijn onderzoekers, docenten en de mensen van de Amsterdam Green Campus in te overtuigen, dan doen we er alles aan om dat te faciliteren. Ik zal je een voorbeeld geven. Deze week hadden we een crackathon. Er waren 25 mensen van HIMS en SEALS waren met elkaar aan het nadenken over het valoriseren, het opwaarden van cacaodoppen en sinaasappelschillen. En net vanochtend kwam er de instituutsmanager van HIMS, Peter Schoenmaker, kwam bij mij langs. En die zei van, ik heb nu studenten die voor jou gaan werken in dit project. En die gaan dus helpen om Sietse van Sempvoort, dat is dan een ondernemer op het gebied van sinaasappelschillen, om de vragen die hij heeft uit te werken. Dat wordt dus gewoon gedaan door studenten. Het is mogelijk, maar we moeten het modereren en we moeten het ook gaan inrichten. En dat begint eigenlijk met het onderwijs. Meer projectmatig onderwijs invoeren binnen de cryobiologie. We hebben natuurlijk Future Planet studies en er zijn veel meer mogelijk op dit vlak. En is er dan een kans dat het bij studenten over 2 jaar standaard een project bij Amsterdam Green Campus in hun curriculum zit? Nou, het werkt even andersom. Kijk, de Amsterdam Green Campus heeft natuurlijk geen eigen opleidingen. Wij zullen dus naar de bestaande opleidingen helpen meedenken om zoveel mogelijk projecten van buiten naar die opleidingen te krijgen. Kritisch is dat al die opleidingsmanagers, dat die echt ook ruimte gaan creëren in het curriculum voor projectonderzoek, zodat studenten ook aan actuele problemen in de beroepspraktijk kunnen werken. Dat is toch ongelooflijk gaaf. Zeker. Ja. Dank je. Er is een vraag in het publiek, zie ik. Tristan, gooi de box zoals geoefend. Even kijken. Ja, dit moet over je hoofd heen. Ik breng hem eerst even deze kant op. Zo. Stel je vraag. Hey, ik had een vraag voor jullie alle drie. We hebben het nu de hele tijd over duurzaamheid en dat jullie er goed mee bezig zijn. Maar ik vroeg me af, van wat zien jullie nou kwantificeerbaar als duurzaamheid? Is dat dan om de voetafdruk te verminderen? Is dat dan om CO2 te verminderen? Of is dat gewoon om de uitstoot in het milieu te verminderen? Ik ben eigenlijk ook wel heel benieuwd of jullie daar allemaal hetzelfde over denken. Dus het liefst zou ik jullie allemaal tegelijkertijd willen laten antwoorden. Maar Harold, wat zie jij als duurzaamheid? Voor mij is de crux voor het debat waar we hiervoor zitten om de voetafdruk te verminderen. En Niek? Ja, als het bij mij over duurzaamheid gaat, dan gaat het eigenlijk over datgene wat stand houdt. En als je praat over productieprocessen, dan wil je eigenlijk aan de voorkant ervoor zorgen dat er minder verschaling en verspilling is van grondstoffen. En aan die achterkant minder vervuiling. En zo vind ik dus bijvoorbeeld zo'n project rondom valorisatie van reststromen er heel goed in passen. Maar wat het voor mij ook duurzaam is, is dat mensen met elkaar delen. Dus het samenbrengen van onderwijs op mbo, hbo en wo, dat vind ik ook een vorm van duurzaamheid. Oké, en voor Luc? Ja, exact. Ik sluit me helemaal aan bij Niek. Zoals ik net al zei, wij hanteren een redelijk breed begrip van duurzaamheid. Onderwijsinstellingen kunnen het bij ons, het klinkt heel vaag, maar als het maar kunnen verkopen, als ze het goed beargumenteren en daar bewijs voor aanleveren. En alles wat stand houdt, dat is precies wat wij ook hanteren als duurzaamheid. Zullen we nog één vraag doen? Ik zag dat er wel een vraag op de catchbox is inmiddels daarachter. Ja, volgens mij heeft meneer daar ook nog een vraag hierna. Ja. Maar ik hoorde nu net heel veel over studenteninitiatieven en hoe die worden ondersteund. En op de UvA zijn er gelukkig ook veel studenteninitiatieven. Maar is het
niet eigenlijk de eerste verantwoording van de universiteit om duurzaam te zijn? Moet alles vanuit de studenten komen? Is dat een vraag aan mij? Voor... Ja. Oké. Okay. Nou ja. Nou, het moet zeker niet alleen maar van studenten komen. Het vraagt juist om een samenwerking. En hier zie je kansen. Want als je even kijkt naar die UN-agenda, hè, dan, ja, ik mis eigenlijk op dit moment bij de Universiteit van Amsterdam een daadwerkelijke onderzoeksagenda die over de universiteit, over de instituten heen gaat. Dus ik denk dat het veel sterker zou worden als we ook in ons beleid op onderwijs en onderzoek dat steviger gaan neerzetten. Ik zie prachtige initiatieven vanuit alle instituten, maar niet, het komt nog onvoldoende samen. Ja, Harold is natuurlijk de man om het ook om aan te vragen. Ik deel dat. Ja, zei dat ik over de facilitaire dienstverlening ga, niet over onderzoek en onderwijs. Maar ik deel je opvatting helemaal. Je hebt altijd een eigen verantwoordelijkheid. Alleen, ik deel niet volledig. Wij kunnen het niet alleen. Heel simpel gezegd, misschien buiten de duurzaamheid, maar eigenlijk ook over energie. Energiebesparing is een eerste factor waar je mee wil beginnen. Energie-efficiëntie, dat is iets wat wij heel erg voor onze rekening kunnen nemen, als mede de duurzame opwek daarvan. Maar energiebesparing betekent ook dat mensen op enig moment moeten accepteren, studenten, medewerkers, docenten, onderzoekers, accepteren dat we een keuze maken om bijvoorbeeld de temperatuur wat lager te zetten. Dat zijn ook keuzes waar die zeker in een grote organisatie vaak lastig te organiseren zijn. Oké. Okay. Ik denk dat we even eerst nog doorgaan naar ons volgende puntje. Ja, ik zat even te twijfelen als ik hier ben. Okay. Zullen we nog even één vraag doen kort en dan... Zeer vriend, dank u wel. Ik ben geen student, ik ben een ex-medewerker van het AMC ziekenhuis, sinds 2 jaar geleden gepensioneerd. Mijn beroep was analist neuropathologie in het AMC. Ik heb heel wat aan mijn ogen bij zien gaan aangaande energieverspilling. Bijvoorbeeld... Een enorme parkeergarage bij het AMC, die tijdelijk is gebruikt voor opbouw van de klinieken. Laat zien de klinieken weer ingehuisd in het AMC-complex zelf. Maar de huidige ruimte is onbenut. Men zou daar zonnepanelen kunnen neerleggen. Ook het dak van het AMC onbenut. Verklaarbaar, want het Emma Kinderziekenhuis is daar bovenop gebouwd. Maar alsnog zouden daar zonnepanelen kunnen komen. Tweede punt, in het laboratorium heb ik als analist die verantwoordelijk was voor de diagnostiek, heel wat promovendi in mijn laboratorium gehad, die voor hun promotieonderzoek preparaten moesten maken. Daar hielp ik ze bij. Het is helemaal verbaasd hoe weinig zij zich gelegen lieten liggen aan besparing. Verspilling van materialen. Het licht laten branden. Transformators aan laten staan, terwijl je bijvoorbeeld voor je automatische pipet later de transformator er weer uit kunt halen. Zoveel voorbeelden. Hoe is het dat... hoe liggen de mogelijkheden om binnen het AMC het energieverbruik te optimaliseren, verspilling van goederen tegen te gaan, reststoffen, prachtige flessen van merk gingen in de glasbak, wordt niets meer meegedaan. En hier, Startup Village, ik heb nog vorige week een reportage gemaakt toen Prins Constantijn hier was, contacten met commerciële betrokkenen. De initiatiefnemster van Star Village hier had het plan met Nuon om op die vijver drijvende zonnepanelen te neerleggen. Zijn er nog niet. Kunt u ons maar iets meer vertellen over de vordering daarvan? Daarmee komt u eigenlijk een beetje terug op waar we het net over hadden. Over waar de verantwoordelijkheid ligt. En of de verantwoordelijkheid ligt bij de UvA als instelling. Of dat de verantwoordelijkheid ligt bij de medewerkers en studenten. En u vindt dat het bij allebei zou moeten liggen. Toch? Ja. Ja, want ik hoor veel verschillende voorbeelden van verspilling eigenlijk. Hoe doen we het beter? En hoe en dan zoals we net bespraken, ligt de verantwoordelijkheid dan inderdaad bij de student of bij het instituut Universiteit van Amsterdam? En dan het antwoord daarop is beide uiteraard. En dat het een beetje de kunst is hoe die twee nou het beste met elkaar samen kunnen werken. Ja, en ik zou eigenlijk wel dan wel om in te haken op uw vraag willen weten hoe... Harold, hoe jullie ervoor zorgen bij Facility Services dat de UvA als bedrijf ervoor zorgt dat er een duurzamere cultuur ontstaat. En van Luc zou ik eigenlijk wel willen weten wat nou een goede strategie zou kunnen zijn om studenten zelf duurzamer gedrag te laten vertonen. Want het is duidelijk dat het van allebei moet komen. Dus... Nou,
Ik heb net een aantal voorbeelden gegeven waarvan het gros van de voorbeelden die ik gaf echt initiatieven van onszelf zijn. Dus geen initiatieven die moeten van het college of vanuit de organisatie. Maar dat zijn medewerkers van Facility Services die zelf het initiatief hebben genomen om samen met onderwijs en onderzoek die projecten te starten. Dus dat is hoe wij het doen. Dat is niet genoeg. Daar vinden wij elkaar denk ik heel snel. Je probeert altijd nog weer stappen extra te zetten. Het voorbeeld van de zonnepanelen in de vijver kende ik bijvoorbeeld niet. Maar ik weet bijvoorbeeld wel, vanochtend had ik een discussie met mensen over de apparatuur van de audiovisuele dienstverlening in de onderwijsruimtes. Wij kunnen ervoor zorgen dat we proberen, en dat zijn we nu stap voor stap aan het doen, om dat zo duurzaam mogelijke materialen te laten zijn. En dat het zo duurzaam mogelijk geproduceerd wordt. Dat is een stap die wij kunnen doen. Maar dat het na het onderwijs, als er geen colleges meer plaatsvinden, de apparatuur uit wordt gedaan. Dat is iets wat voor ons veel lastiger is te organiseren. En daar vinden we elkaar weer op de manier zoals u net aangaf. Dus het is echt een dubbele verantwoordelijkheid. Voor allebei. En Luc, hoe stimuleer je de student en de medewerker om... Ja, dat is natuurlijk vrij lastig, want dan heb je het ook over een stukje gedragverandering. En dat is ongelooflijk moeilijk. Ik denk dat de kracht heel erg ligt bij de Green Office binnen de universiteit. En ik wil ze niet te veel druk op schouders leggen, want ze zijn echt net open of net begonnen hier. Maar ik denk dat zij heel veel teweeg kunnen brengen bij de studenten. Ik denk dat het daar echt van moet komen. Maar aan de andere kant, als je er goed over nadenkt, is de Green Office onderdeel van de UvA. Dus heb je weer dat de UvA de Green Office moet supporten, zodat ze dingen kunnen doen. En de Green Office studenten aanstuurt eigenlijk. Zo zou het kunnen werken. Maar dan heb je alsnog dat de UvA indirect de studenten aanstuurt. Niek, wil jij op reageren? Nou, ik zou nog even willen reageren op uw vragen, met name vanuit onderzoek. Want ja, ik zit al redelijk lang in het onderzoek, vanuit mijn biologiestudie jaren geleden. Toen ik onderzoek deed, werkten we alleen maar met radioactiviteit. C14, tritium, fosfaat, fosfor, dat doen we nu niet meer. We werken nauwelijks meer met radioactiviteit. We werkten in die tijd met name met proefdieren. Dat is enorm teruggedrongen. We werken nu met name met green fluorescent protein, hè, om dingen zichtbaar te maken in koepers. Het gebruik van fetocalcium in kweekmedia, als je begrijpt hoe dat wordt geoogst en wat de kosten daarvan zijn, wat de environmental schade daarvan is. Dus heel veel zaken hebben ook te maken met bewustzijn. Hoe dringt dat als het ware in die samenleving door? En daar moeten we dus verder mee doorgaan. En als ik hier 's ochtends om 8 uur aankom en ik zie die puinhoop aan afval hier zo voor de deur liggen, dan denk ik ook, hè, wat is onze rol als individu in het publieke domein? En hoe gaan we daarmee om? Dus het is ook een bewustzijnsproces. En dat heeft kennelijk zijn tijd nodig, maar ik geloof wel dat we elkaar daar heel actief op kunnen aanspreken. Oké, dankjewel. Ik zou graag weer even terug willen naar Luc. Luc, laten we het even hebben over de sustainable. En dan met name, kun je ons iets vertellen over de uitslag van de sustainable voor de UvA? Ja, dat kan ik uiteraard. Die is helaas niet heel rooskleurig te noemen. Derde van onder geëindigd, met ongeveer 60% van de punten behaald. Dat is niet veel. Geen doekjes om winnen. En kun je in het specifiek iets vertellen over wat de goede punten waren en wat dan de punten waren waar nog veel verbetering mogelijk is? Ja, absoluut. Het goede punt is eigenlijk wat Harold al genoemd heeft net, is die hub, die mobility hub. Die scoort hoog. Dat is ook een ongelooflijk goed idee en concept dat werkt. En daar zijn we ook, daar hebben we ook zeker naar gekeken. Waar het eigenlijk misgaat, en dat is toch een beetje bot om te zeggen, is dat de persoon die de vragenlijst voor de Sustainable in moet vullen, die krijgt te weinig tijd. Het kost heel veel tijd, dat weten we. Die Sustainable vragenlijst is lang en het kost gewoon veel tijd en veel moeite om die vragenlijst in te vullen met al het bewijs wat er voor nodig is, wat wij vragen om de volledige punten toe te kennen. En het komt er eigenlijk op neer dat hij te weinig tijd heeft. En daardoor is de bewijsvoering matig, worden de punten minder en scoort de UvA eigenlijk slecht. Dus het stomme is dat ik niet goed kan vertellen wat de UvA goed en slecht doet. Of als je het zo mag noemen. Maar het zit er meer in de gebrekkigheid van het invullen van de vragenlijst. Want wat natuurlijk super is, is dat als je zo'n onderzoek doet, dat je een hele kritieke bewijsvoering vereist, omdat anders
daarmee legitimeer je eigenlijk het resultaat van jullie rapport. Want op het moment dat het heel makkelijk zou zijn om te zeggen, ja, de UvA doet het hartstikke goed, zonder dat je enige bewijsvoering vraagt, wat moeite kost om dat bij elkaar te verzamelen. Dan is de uitslag is een beetje, is niet zo krachtig. Ja, wordt twijfelachtig. Wordt twijfelachtig, inderdaad. Ja, is dat niet dan is dat dan niet een beetje een probleem voor de sustainable op zich? Dat het moeilijk is om, want als we praten over de persoon heeft te weinig tijd gekregen. Als andere universiteiten disproportioneel veel tijd en daarmee geld investeren in het beantwoorden van zo'n vragenlijst en de UvA doet dan niet en je bent niet van tevoren zeker welke universiteit dat wel doet en welke universiteit niet, is het dan niet zodra je de resultaten ontvangt dat je jezelf eigenlijk meteen afvraagt van we weten niet helemaal zeker of dit wel klopt of niet? Ja, dat is een hele goede vraag. Daar twijfelen wij zelf ook over. We proberen dit jaar daar ook een stap in te maken. In het iets makkelijker maken en het in ieder geval minder tijd te laten kosten. Maar ook niet te veel, want het zegt wel iets. Als je kijkt naar, ik noem een voorbeeld, de Universiteit Utrecht, dat weet ik toevallig. Die hebben 2 werknemers daarop zitten. En die zijn ongeveer 3 weken bezig. Maar dat betekent wel dat de Universiteit Utrecht het belangrijk genoeg vindt om daar heel veel tijd in te stoppen. En daar hechten ze echt veel waarde aan dat ze dat goed doen. En die tijd krijgen ze. Dus het zegt aan de andere kant misschien ook wel iets over hoe belangrijk een universiteit het vindt. En dat is wat ons betreft ook best waardevol. En je kan het in zekere zin niet heel veel korter maken op een gegeven moment. Heel veel minder moeite, want dan verlies je wat je net heel goed zei. Dan verlies je toch de kwaliteit van zo'n vragenlijst, denken wij. Ja, ik denk dat het belangrijk is dat we vragen, Harold, wat vind jij daar dan van? Wat betekent de sustainable voor jullie? Want volgens mij wordt die ingevuld door facility services. Volgens mij wordt het ingevuld door facility services. Maar ik dacht ook dat de Green Office ons daarbij hielp. Maar dat weet ik niet 100% zeker. Ja. Dat weet ik ook niet zeker. Nee. Ja. Okay, maar wat betekent zo'n ranglijst voor jou? En, inderdaad, is er een hoge prioriteit voor jullie om die ranglijst goed in te vullen? Ja. En, ja, dat vind ik altijd een hele lastige vraag. Want een ranglijst aan zich zegt wel degelijk wat. Het is niet voor niks dat de WUR al jaren bovenaan staat. Het is ook echt een universiteit waar heel veel gebeurt op het vlak. Wat je vaak ziet is dat mensen die onderaan staan de ranglijst relativeren. Dus als ik dat zeg, dan is dat al meteen voor een deel verdacht. En dat wil ik ook beslist niet doen. Voorop staat voor mij wel dat het gaat om feitelijke verandering op duurzaamheidsgebied en veel minder om de ranglijst. En of dat dan komt doordat je inderdaad wat lager staat en misschien andere prioriteiten hebt gelegd. Ik hoor net dat dat onze medewerkers blijkbaar, of de mensen van de Green Office, dat weet ik niet, te weinig tijd hebben gehad. Nou, daar wil ik in ieder geval de belofte doen dat komend jaar goed gaat. Alleen, nogmaals, ik zou de waarde van het debat wel vinden als we over het lijstje, hoe waardevol ook, maar daar overheen kunnen gaan. Want het levert ons vaak, net zo goed als de hub voor anderen een inspirerend voorbeeld is, krijg ik ook andere voorbeelden van bijvoorbeeld de WUR terug, waar we vervolgens wat mee doen. En dat vind ik de echte waarde van de ranglijst. Ja, nou dat vinden we denk ik allemaal aan tafel. Dat zo'n ranglijst is een belangrijke tool, maar het gaat er inderdaad vooral om dat je een beetje bij elkaar af kan kijken. Nu moet ik een vraag bedenken. Er is een vraag in het publiek ook. Laten we die dan eerst doen. Even de catchbox daar. De meneer daarachter in het mooie overhemd. Dankjewel. Ja, hij doet het. Mijn naam is Kik Mauren. Ik werk hier bij de faculteit. Ik heb het geluk dat ik bij alle partijen betrokken ben. Ik werk bij de afdeling Gebouwen, Arbo, Milieu. En wat ik merk bij ons is dat het vaak informatie delen, dat is het grootste gebrek, denk ik. Bij facility service gebeurt veel, bij het onderzoek gebeurt veel, bij het onderwijs gebeurt veel als het gaat om duurzaamheid. Er zijn hele leuke projecten die lopen, maar onderling weten we dat vaak niet van elkaar. En dan soms kom ik er per toeval achter en dan kan je bijspringen door bij het onderwijs te sturen, FS erbij te betrekken en andersom. Zojuist nog kreeg ik te horen dat er ook op andere faculteiten hele leuke projecten lopen hier op het Science Park. Dan denk je, nou verdorie, had ik dat maar geweten, dan kan je ook je bijdrage daaraan leveren. Dus ik denk die informatie delen met elkaar, dat is echt een gigantische winst. Er loopt hier heel veel, nou, groeibriljantjes weet ik wat niet meer. Maar dat weten we niet altijd van elkaar. En als je dat goed gaat delen en stroomlijnen, dan valt er een grote winst te halen, denk ik. Oké, dankjewel. En
Oh ja, natuurlijk. Ja, nou, reageer. Ik denk dat exact de crux is wat u net zegt. En dat is wat wij zien op nationaal niveau, zie je dus ook blijkbaar binnen instellingen. En dat is wat we op grote schaal eroverheen willen doen, dat de universiteiten onderling en de hogescholen veel meer met elkaar uitwisselen. Wat Harold net ook zegt, de initiatieven die je van de WUR hoort, ja, niet alleen van de WUR, je wil eigenlijk veel meer van elkaar leren. En het is wel goed om te weten dat u dat net aankaart, dat het binnen instellingen dus ook nog best wel lastig is om van elkaar te weten wat er gebeurt. Ja, ja, inderdaad. En nou, dat is, eigenlijk zou ik dan aan Harold een vraag willen stellen. Namelijk, je wil natuurlijk kennis delen, je wil delen wat je bezigheden zijn en je wil ook mogelijkheden delen. En een beetje in dat thema zou ik graag willen vragen. Ik kan me bijvoorbeeld helemaal op het Science Park voorstellen dat met een studie als Future Planet Studies in Huizen er veel ruimte is voor input op het gebied van duurzame ontwikkeling voor de UvA zelf. Dus dat er in het curriculum bijvoorbeeld een elk jaar voor een eerstejaars Future Planet student ruimte is voor zo'n project. Kun je hier misschien iets over vertellen? Of misschien... Nou, ik kan alleen zeggen, kijk, ik zei net al, ik ben geen onderzoeker of docent, dus wij zijn facilitaire dienstverleners. Ik kan alleen maar zeggen dat initiatieven van studenten of docenten of onderzoekers die zich in de afgelopen jaren hebben aangemeld, we eigenlijk vrijwel zonder uitzondering hebben omarmd. Kijk, voor ons is het relevant dat het geen jarenlang onderzoek wordt, waardoor ik vervolgens uiteindelijk de diensten niet kan leveren. Maar we hebben heel veel praktisch toegepaste onderzoeken. Of het nou gaat om psychologen, om gedragsbeïnvloeding te kijken. Of het gaat om roosteren, data-analysten en energie, klimaatinstallaties. Bijna altijd samen met studenten en onderzoekers. Dus het is voor mij ook wel een oproep naar degenen die hier zitten en die het horen. En denken van, ik vind dat wel interessant. Ik ga niet over het curriculum. En ik ga niet over het geven van ruimte aan studenten om daar een bijdrage aan te leveren. Dat is echt een andere persoon. Ja, al denk ik wel dat we goed bij elkaar aansluiten in de zin van, jullie hebben veel ideeën ontarmd. En dan vroegen wij ons af van, bij wie ligt dan de bal, zeg maar? Zouden er dan bijvoorbeeld mogelijkheden liggen? Als ik een voorzet krijg, dan wil ik hem heel graag inkoppen. Precies, ja. Dan zijn er mogelijkheden voor en in ideeën die jullie zouden kunnen omarmen, die wij als voorzet zouden kunnen geven, bijvoorbeeld vanuit het IES op het Science Park. We zouden dan graag voor dit gedeelte over mogelijkheden en ideeën gesproken, graag het publiek bij de discussie willen betrekken. Tristan die opent hier ons doelenlijstje. Als jullie ideeën hebben, op wat voor manier dan ook, over duurzame ontwikkeling op de UvA zelf, of ideeën vanuit andere instituties of organisaties die we hier ook zouden kunnen implementeren op een bepaalde manier, steek alsjeblieft je hand op en laat van je horen. Ja, nou oké, nou, daar gaan we dan ook al meteen. Voor de eerste doel op het lijstje. Wat zou je graag willen zien veranderen op de UvA? Ik wil graag zien veranderen. Kan je iets dichter bij je? Sorry. Ik wil graag zien veranderen dat er een duidelijke plek komt voor vegetarisch eten in de kantine. Want ik moet nu vaak heel hard zoeken om een vegetarische maaltijd te kunnen krijgen. En ook als het gaat om broodjes en andere dingen, dan moet ik vaak enorm zoeken. En ook dat veganistisch eten, dat daar meer van komt in de kantine. Want dat is vaak ook nog wel redelijk weinig. Het is moeilijk en er is veel vraag naar. Ja, ja. Mag ik daar gelijk op reageren? Natuurlijk. We hebben in de afgelopen periode heel erg ons best gedaan om het aanbod te vergroten. Ik heb recent ook gehoord dat het onduidelijk was waar de, zeg maar, de goedkopere en de wat duurdere producten in de restauratie aanwezig waren. Ik zal deze ook met de cateraar bespreken. Om te zorgen dat duurzaam en veganistisch eten, vegetarisch eten, dat zoveel mogelijk ook geclusterd wordt aangeboden. Oké, we kunnen gewoon verder gaan met ideeën als er meer mensen zijn met ideeën. We hebben ook nog een hele rits aan dingen die we nog kunnen vragen. Alsjeblieft. Ja, dankjewel. Werkt, chill.
Ja, het kan zijn dat ik gewoon een super naïef observeerder ben vanaf hier. Maar ik zou, het lijkt nu een beetje alsof het heel erg gefocust is op de universiteiten en dergelijke als individuen. Kan je hem weer iets dichterbij houden? Zo beter? Ja. Oké. Terwijl ik juist altijd heb gedacht dat de universiteiten een best wel invloedrijke rol hebben in het onderwijssysteem. Dus dat je juist zou kunnen zeggen eigenlijk van, we zijn nu bezig met de studenten, maar ik zou juist denken dat je net zo goed kan richten op de studenten van het middelbare onderwijs. Want die komen uiteindelijk ook allemaal of op de universiteit of ergens anders terecht. En ja, nou lijkt het eigenlijk een beetje als mosterd na de maaltijd als je dat op de universiteit pas aan wil pakken. Of wordt dat wel gedaan? Want ik hoor daar niet echt iets van terug. Nou ja, daar wilde ik even op reageren. Je hebt gelijk, op dit specifieke punt hoor je nog weinig terug. Maar ik heb net wel iets verteld over de combinatie mbo, hbo en wo. He, die doorlopende leerlijn, die aansluitmogelijkheden van het mbo naar het hbo, van het hbo naar het wo. Het feit dat we dus kennelijk als deze universiteit ook de visie hebben dat we dat serieus moeten nemen. En dat we niet alleen staan als universiteit, maar ook moeten nadenken over al die verschillende onderzoeksinstituten. En dat je daarop kan samenwerken. Dat is winst, maar dat moet nog veel sterker gebeuren. En ook op de middelbare scholen, daar zijn we zo druk bezig om alleen maar dat curriculum rond te krijgen, want het eindexamen dat moet worden afgenomen. Er zou veel meer ruimte moeten zijn in curricula, waar dan ook, om dit soort zaken ook serieus op te pakken. Dus dat ben ik helemaal met je eens. Ja. Ja, en daarnaast nemen wij bijvoorbeeld plaats, of in ieder geval een aantal lidverenigingen van ons ook, die nemen plaats in een curriculumoverleg op de middelbare scholen. Kijk maar eens op curriculum.nu. Dat gaat erover dat wij proberen daar de belangen te behartigen voor de duurzaamheid verwoven in de curricula op middelbare scholen. Dus we doen er wel degelijk inderdaad wat aan. Nou zijn wij natuurlijk meer een studentennetwerk, dus houden we ons meer bezig met studenten. Maar er zijn zeker trends daarin ook. Ja. Luc, heb jij misschien... Zometeen zal ik eerst Luc een vraag stellen nog. Luc, heb jij misschien een idee voor een doel op ons doelenlijstje? Omdat jij natuurlijk veel best practices van andere universiteiten bij het inzien van het rapport over de Sustainable hebt gezien. Zeker. Ja, laat me er eentje uitlichten. Die kwam ik net tegen. Dit is trouwens ons, kort gezegd, rapport Duurzaam Hoger Onderwijs. Staat op onze website. Lees hem door. Het is echt tof. Alle best practices staan erin. Er staan verhaaltjes over andere universiteiten in. Het is leuk om te lezen. Ik zal er eentje uitlichten. Graag. Waarvan ik denk dat het ook een goede is hier. En dat sluit namelijk heel erg aan op waar we het net allemaal over gehad hebben. Over hoe je die studenten nou motiveert en aanzet tot verandering. En ook een beetje die gedragsverandering. Dat is namelijk de Living Lab van Green Office Utrecht. Die doen dat. En dat houdt eigenlijk in dat dat een plek is waar duurzaamheidsgerelateerde vraagstukken van de universiteit gekoppeld worden aan studenten als onderwerp voor een bachelor of master scriptie. Dus wat ze daar doen is, de universiteit bedenkt, of de Green Office bedenkt, hoe zou dat anders kunnen? Of de student bedenkt dat. En dat wordt daar gekoppeld aan docenten om zo hun scriptieonderzoek daarnaartoe te doen. En het gaat nog iets verder, wat ik heel prettig vind, is de implementatie wordt ook gewaarborgd door de Living Lab. Dus de resultaten uit die onderzoeken, daar wordt ook daadwerkelijk iets mee gedaan binnen die universiteit zelf. En dat is denk ik een hele waardevolle om toe te voegen aan je universiteit. Zoiets lijkt mij perfect voor Green Campus. Een hele direct verband tussen scripties en de projecten van Amsterdam Green Campus. Zie je dat gebeuren? Ja, eens. Daarin kunnen we nog veel meer stappen zetten. Maar dat is niet voor niets dat we op dit moment als de Green Campus ook actief betrokken zijn. Bijvoorbeeld bij de herprofilering van de bacheloropleiding biologie. He, dat projectonderwijs in die opleidingen krijgen. Daar moeten we met elkaar aan werken. En dat vraagt op instituutsniveau, met College of Science, bachelors en masters. Dat moeten we gewoon samen doen. En dat alsjeblieft op het verlanglijstje verder vormgeven. Dus het Living Lab is een mooi voorbeeld waarin een mooie best practice, waar je eigenlijk ideeën koppelt aan onderzoek en zelfs koppelt aan implementatie van, mocht het natuurlijk vruchtbaar blijken, het onderzoek. Ja, exact. Ja. Oké, zijn er nog ideeën? Dan hadden we daar een vraag. De catchbox. Ja, die heb je net overgeslagen. Het sluit een beetje aan met wat jullie net zeiden.
sluit een beetje aan met wat jullie net zeiden. Ik denk dat het heel goed is als er een plek komt waar duidelijk is waar studenten en medewerkers heen kunnen met ideeën en dat daar ook echt iets mee gebeurt. Want op dit moment, wat jullie al zeiden, het is niet echt duidelijk waar de verantwoordelijkheid ligt. Iedereen wil wel wat doen, maar het gebeurt niet echt. Of te weinig, vind ik. Het is niet zichtbaar genoeg, dat zou ik misschien... Ja. Ja, wat is nogmaals de precieze functie van zo'n green office binnen een universiteit? Dit is niet, de green office is niet een plek waar je met je duurzame dromen naartoe gaat om die te rapporteren. Of is dat wel het geval? Ja, dat zou zeker kunnen. Ja, absoluut. Ik denk ook dat een green office zo'n taak als living lab ook zou kunnen uitvoeren. Ongetwijfeld. Maar ze zijn met veel meer bezig dan alleen dat. Dat is wel, wel belangrijk te realiseren. Maar zo'n living lab ontstaat denk ik ook in samenwerking met een green office. Maar ook zeker in samenwerking met studenten die daar gepassioneerd over zijn. Studenten die hier zitten luisteren en die denken, goh, dat is echt wat ik mis. Dat had ik graag gewild bij mijn bachelordescriptie of dat wil ik bij mijn bachelordescriptie. Die moeten ook aan de bel trekken. En zo worden green offices namelijk ook gevormd met een zeker mandaat aan studenten binnen de universiteit. Dus een green office zou dan de functie van ideeënbox... waaruit Harold en Niek onder andere kunnen putten, ook kunnen vervullen. En dat gebeurt ook al voor een deel. Alleen, wat ik aangaf, nog veel te weinig. Want, even heel praktisch... Oh, excuses. Waarom geen groene brievenbus hier zo ergens in deze hal? Met heel een zichtbaar. Huppakee, ja. Want even praktisch gesproken, de Green Office, waar zit dat eigenlijk? Hier op het Science Park? Nee, die hebben een kantoor op het Routes Eiland complex. Oh, die hebben een kantoor. Die hebben een kantoor. Of een ruimte. Wat je wil. Ja. Ja, ik had daar helemaal niet een goed idee eigenlijk. Het is, of het echt een kantoor het was. Is de Green Office voor de hele universiteit. Hè? Ja, en ze zijn toevallig gehuisvest op het Routeseiland. En over het algemeen staat die deur altijd open. Dat klopt. Ja. Graag, ja. Nou, eigenlijk twee punten. Eerst, ik denk dat heel veel afhangt van initiatieven op de UvA. En heel veel gebeurt dan op Science Park. Maar de UvA is natuurlijk veel breder. Dus wat ik eigenlijk mis, is gewoon op centraal niveau geformuleerd duurzaamheidsbeleid. Misschien ligt dat er al, maar ik heb ernaar gezocht en ik kan het niet echt vinden. En zo gaat de communicatie natuurlijk ook mis. Als gewoon allemaal faculteiten hun eigen initiatief hebben, maar er niet iets is om op terug te vallen van een beleid van wat gewoon gestructureerd is. En ik denk dat vliegreizen heel erg beperkt moeten worden. Want ja, de hoeveelheid uitstoot die daar vanuit voortkomt en de hoeveelheid onderzoekers die gewoon voor één congres van een dag naar Italië vliegen of zo, dat is, ja, dan kan je heel veel kleine initiatieven hebben, maar dan wordt het eigenlijk allemaal teniet gedaan door al die vliegreizen. Ja, 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 wij hebben ook een beetje onderzoek gedaan naar of er zo'n beleidsplan is op het gebied van duurzaamheid. Wij hebben het ook niet kunnen vinden. Dus wij vragen ons eigenlijk af, hoe kan het nou dat de UvA niet een centraal duurzaamheidsplan heeft? Waarom zijn er niet voor 2025 in één document heel openbaar de plannen van de UvA te vinden? En ik denk dat is niet helemaal waar, maar als je had gezegd er is geen heel uitgebreid en goed document, dan ben ik het met je eens. Maar we hebben een instellingsplan als universiteit. Daar staat het woord duurzaam twee keer in. Ja, maar daar staat een doelstelling in over energie- en materiaalgebruikreductie. De doelstelling staat er niet in, zag ik tot mijn grote ergernis. Maar de doelstelling, daar heb ik wel afspraken over met het college van bestuur op energiegebied. Daar hebben we ook naar buiten toe afspraken over in MJA's bijvoorbeeld. Dat is een afspraak van min 30% in 15 jaar. Ja. Dus die hebben wij gewoon gemaakt. Volgens mij heb ik die ook gelezen, want en stond die namelijk in het omschreven in het Energy Efficiency Plan, die tot en met 2016 liep. Want er was nog geen plan na 2016. Want ik zal heel kort eventjes omschrijven het gevoel waar wij mee zaten. Dat was namelijk, we studeren op het Science Park of aan de UvA. We hebben studies in huizen zoals Future Planet Studies. We hebben veel projecten op het gebied van duurzame ontwikkeling. Maar we konden, laten we zeggen, disproportioneel expliciet omschreven doelen vinden van de UvA. Waarbij de studenten dan ook naar buiten kunnen treden en kunnen zeggen van, kijk, dit is waar de UvA mee bezig is. En dit zijn de doelen. En dat hebben andere universiteiten namelijk wel, bijvoorbeeld de Universiteit van Utrecht, even weer als voorbeeld. Als je daar naar de website gaat, dan is het heel duidelijk. En dan zie je de carbon footprint onderzoeken. En dus misschien is het niet een, laten we zeggen,
een probleem van dat het er niet is, maar meer van het communiceren naar elkaar. Dat we weten niet echt wat er is op het moment dat het niet duidelijk op een website staat uitgelijnd. Ja, Niek, we hebben het hier met jou in het voorgesprek over gehad. Hoe denk jij dat zo'n duurzaamheidsplan er wel zou kunnen komen? Ik denk dat we daar sowieso beleid op moeten neer gaan zetten. Hè, en dat het niet alleen beleid is, maar ook operatie en uitvoering. En waarom zouden we dat niet doen vanuit de UN Sustainability Goals? En dat doorvertalen naar onderwijs en dat doorvertalen naar onderzoek en dat doorvertalen naar faciliteiten. Dat zou toch eigenlijk een kans zijn? Ik zie heel veel diamantjes, hè, wat ik net al zei. Maar hoe laten we dat nou samen schijnen onder één hele duidelijke noemer? Er is heel veel goeds hier aanwezig. En het is niet alleen Future Planet Studies. Het is ook duurzame chemie. Het is ook biologie. Het is ook psychobiologie. Het komt bijna overal in naar voren. Maar we laten het onvoldoende samen schijnen. Ja. Helemaal mee eens. We hadden nog een vraag uit het publiek. Sorry, ga je gang, natuurlijk. Ik heb één vraagje aan Niek eigenlijk over de UvA Green Campus. Ietsje dichterbij. Namelijk, er wordt ook gewerkt aan interdisciplinaire onderzoek, zal ik maar zeggen. Dus dat ook sociale wetenschappen samenwerken met betere wetenschappen over het duurzaamheid, over duurzaamheidsprojecten. Worden er ook daar samenwerkingsprojecten gedaan? Want ik zie heel veel dat dus vooral biologie, scheikunde, dat soort dingen worden meegedaan. Vooral aan de productieprocessen, maar niet echt iets over gedaan wordt aan bewustzijn. Klopt dat? Daar heb je gelijk aan. Dat doen we nog onvoldoende. Dat is echt ook, we hebben dat ook onlangs besproken met allerlei mensen uit deze regio. Waarbij we nadachten over de agenda die we voeren vanuit de Amsterdam Green Campus. En wat jij nou noemt, dat is een van de belangrijkste kritiek of positieve veranderingspunten. Okay. Hè? Wat moet je ombuigen om te verbeteren? We moeten de alfa en de beta combineren. De vraagstukken waar we nu voor staan, die kan je niet alleen maar als exacte mensen uit invullen. Hey, we moeten de kennistechnologische kant aan het sociaal-organisatorische verbinden. Dus je hebt helemaal gelijk en hier ligt een kans. Okay. Maar dat is ook nog wel een stapje. Ja. Want je moet dus ook heel goed begrijpen hoe je die verschillende disciplines bij elkaar brengt. En daar kunnen we misschien ook weer leren van interdisciplinaire studies. Dus ook dat moet ik meer gaan samenwerken met datgene wat er eigenlijk hier al aan ervaring ligt. Maar dat is een heel goed punt, dankjewel. Okay. Nou, zet die maar op de doelen dan. Ja. Ook daar kan een kans liggen met zo'n living lab, denk ik. Want ik heb mijn major binnen Future Planet Studies bedrijfskunde gedaan. En dat betekent dat je scriptie schrijft voor bedrijfskunde aan de FVB. En ik had daar bar weinig keus uit een onderwerp over duurzaamheid. Er was er geloof ik één, maar die zat natuurlijk binnen no time vol. Want er zijn meer Future Planet studenten die bedrijfskunde als major doen. En als er zo'n living lab was geweest, had ik daar wellicht heen kunnen gaan om te zeggen van joh, ik ga mijn bachelor scriptie schrijven. Ik heb eigenlijk een alpha en beta of een gamma en beta studie gecombineerd. Kan ik hier een onderzoek gaan doen? En eigenlijk beantwoord je de vraag die we je wouden stellen. Dat was namelijk, wat zie je nou als een grote volgende stap voor de UvA om in de richting van duurzame ontwikkeling op wat voor gebied dan ook? En dan zou dit misschien wel je antwoord zijn. Ja, er zijn heel veel stappen mogelijk, denk ik. Echt op allerlei verschillende gebieden. En we hebben net natuurlijk een tijdje over beleid gehad. Daar weet ik veel minder van. Ik denk vanuit de student, ik ben zelf gewoon student. We staan voor de studenten. En ik denk dat, nogmaals te zeggen, zo'n living lab op de UvA zou echt een uitkomst zijn. Ook om gamma en beta studies meer te verweven. En om veel meer gericht onderzoek te doen naar die duurzame kwesties vanuit studenten. Ja, en Niek, wat zou voor jou nou echt de grote volgende droom zijn? Of de grote volgende stap zijn die de UvA moet maken op het gebied van duurzaamheid? Of die jullie zelf maken? Nou, bij mij gaat het natuurlijk over onderwijs en onderzoek, hè? Veel meer een gemeenschappelijke agenda creëren over de instituten. Dat vind ik heel belangrijk. En binnen het onderwijs ruimte creëren voor projectonderwijs, projectonderzoek, zodat studenten makkelijker kunnen worden ingezet op de vragen die dagelijks eigenlijk vanuit de markt binnenkomen. Heel concreet. Yes, dankjewel. En Harold, voor jou eigenlijk dezelfde vraag. Wat zien we over 3-4 jaar hier allemaal veranderd zijn? Nou, voor mij 2 dingen. Het eerste is toch om de logistieke hub echt zo uit te bouwen dat die ook echt duurzaam, en dan bedoel ik voor langere tijd, levensvatbaar is. Dat het, net zoals het nu is, commerciële partij is die hub runt. Dat er steeds meer bedrijven aansluiten en steeds meer goederen van de UvA en de HVA via die hub lopen. Dat zou een eerste inzet voor mij zijn. En het tweede is dat we
veel preciezer aan de slag gaan met afval binnen de universiteit. Beter scheiden, beter hergebruiken. En dan denk ik dus ook aan thema's als circulair inkopen. Waar we op dit moment een eerste inkoop heel concreet hebben lopen. Maar dat zou ik heel graag veel verder uitbouwen. Geweldig, dankjewel. Jongens, ik zou graag nog eventjes onze lijst met duurzame dromen, doelen herhalen. Want zoals jullie zien is het 1 uur en zijn we nabij het einde van deze beta break. De doelen zijn vega eten beter aangeduid, duurzaamheid op middelbare school beter gecommuniceerd en beter gestimuleerd. Het volgende doel is de meer duurzaamheidsprojecten in het onderwijs überhaupt. Op de universiteit en bij de studies en waarbij een Living Lab dan een prachtig voorbeeld zou zijn. Dus het volgende doel is centraal duurzaamheidsbeleidsplan. Ik denk dat we het daar ook wel over eens waren met het publiek en aan tafel. Dat dat een prachtig doel is. Het volgende doel is een interdisciplinaire samenwerking. Gestimuleerd nog meer. En een afvalverwerking en circulaire... Stromen. Door de EU van alle producten. Oh, okay. Daar had Harold het net over. Ja. Excuseer. Okay. Sorry, één puntje. We hebben nog niet over de vliegreizen gehad. Dat we dat gevraagd. De vliegreizen. Ja. Die, oh ja. De. Mm-hmm. Ja. Hoe gaan we daar nu op in? Als ik er zelf op zou reageren, dan merk ik aan de mensen die hier werken dat zo'n congres van hele grote waarde is voor ze. En ook voor de ontwikkeling van onderzoek. Dus ik vraag me af hoe reëel het is en hoeveel invloed het zou hebben om dat soort dingen niet meer te doen. Maar dat is voor mijzelf. Ik weet niet of ik me daar als presentator hierin moet mengen. Zou ik wat mogen zeggen hierover? Je kan natuurlijk ook iets van een subsidie leveren aan onderzoekers die besluiten met de trein te gaan. Want het is vaak duurder, maar wel heel veel duurzamer. En op die manier... dus wel vliegreizen ontmoedigen en dan kunnen ze nog steeds naar die congressen. Maar dat hoeft helemaal niet altijd met vliegen. Dus dat zou ik zeggen. Dus het kan denk ik wel degelijk. Er wordt onnodig gevlogen. Ja. Okay. Onnodig vliegen vermijden. Oké, ik denk dat we daarmee aan het einde zijn gekomen van de beta-break. Dank jullie allemaal voor het komen. Wat ik nog eigenlijk wil zeggen, en wat we volgens mij aan het begin een beetje vergeten zijn, is dat we dit allemaal hebben georganiseerd in het kader van de Dag voor de Duurzaamheid. Jeetje, hadden we dat niet aan het begin moeten zeggen? Ja. Maar doe het nu toch nog. Dag van de Duurzaamheid wordt georganiseerd door Students for Sustainability Amsterdam, waar Lina, die daar zit, de voorzitter van is, samen met de Green Office. Die hebben vandaag eigenlijk door heel Amsterdam op allerlei plekken op de UvA duurzaamheidsactiviteiten en duurzaamheidsgerelateerde dingen georganiseerd. En ze hebben ons ook gevraagd. Dus vanavond bijvoorbeeld een documentaire in Crea over sushi en wat voor impact dat heeft. Daarnaast kan je vandaag je elektronische afval inleveren bij de Green Office. En wordt er promotie gemaakt voor de Fresh Bag, een lokale groentetas. Dus ja, kijk nog een beetje rond wat je allemaal ziet vandaag. Verder zoekt Luc volgens mij nog studenten voor het helpen bij de Sustainable. Wij zoeken altijd studenten. Zoals ik al zei, we gaan dit jaar die Sustainable nogal innoveren op een aantal vlakken. Ik heb er ook heel veel nog niet genoemd. Lijkt je nou heel interessant, schiet me zo even aan, want we zoeken echt... nog een flink mandaat. Ja. Ja. En ik hoop ook dat als mensen nog vragen hebben, dat ze ook nog bij Niek en Harold even terecht kunnen. Want er waren volgens mij nog een paar vragen. Verder wil ik jullie nogmaals allemaal bedanken. En volgende maand hebben we Robert Dijkgraaf te gast. Daar gaan we gezellig praten met hem over allemaal hele ingewikkelde natuurkundige dingen waar ik helemaal niks van snap. Maar ik kijk er wel naar uit. Want hij kan dat supergoed uitleggen. En wij zoeken nog nieuwe leden, dus schiet ons ook nog even aan als je nou denkt van jeetje, dat kan ik veel beter. Dank jullie wel. Lina, roep nog iets. Ja, ik zou heel kort nog even wat willen zeggen over de Greenox van vanavond. Dat begint om 7:30 in Crea.
Het is gratis voor studenten en voor andere geïnteresseerden maar €5. Het zal gaan over sushi, de impact daarvan op de visindustrie, maar ook gaan we het over zeewier hebben. Er zijn verschillende experts over, dus bij deze zijn jullie allemaal uitgenodigd. Super, dankjewel. Nou jongens, dan bij deze zijn we aan het einde gekomen. 1:05. Heel erg bedankt. Geniet van de dag van de duurzaamheid en tot ziens.